Vaccin het laat toe om vaccinaties van personen die gevaccineerd werden op dezelfde datum met hetzelfde vaccin en hetzelfde lotnummer in eenmaal te registreren. Een groepsregistratie kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds kan u als arts of medewerker een geëxporteerd bestand, een geëxporteerde CSV-bestand aanvullen en deze daarna aanbieden en vaccinen. Anderzijds kan als medewerker van de een vaccinatiecentra een bestand, een csv-bestand ophalen van op docker of een andere applicatie en deze daarna aanbieden en vaccinen. Hierbij twee opmerkingen. Een voorbeeld Template van CSV-bestand die je zelf kan inbouwen. Deze kan u vinden in vaccinet. De gebruiker logt in binnen de toepassing van vaccinet en selecteert groepsregistratie aan de linkerkant van het scherm. Download de template van het CSV-bestand voor de groepsregistratie via de link. Hier kan je een voorbeeld CSV-bestand downloaden. Open de template van het CSV-bestand en vul de gegevens in. De eerste rij is de titelrij. Hieraan mogen we niets veranderen. We vullen de gegevens in vanaf rij 2. Dit kan op verschillende manieren. Ofwel gebruiken we enkel het persoonsnummer in kolom A. We kunnen ook alle persoonlijke gegevens invullen van kolom B tot en met kolom E. Het is ook mogelijk om om beide te combineren en alle gegevens in te vullen. Let op: in kolom E gebruiken we de postcode van het domicil van de persoon die wordt gevaccineerd. Alvorens we opslaan, is het belangrijk om alle kolommen met numerieke waarden te formatteren als tekst, zodanig de leidende 0 niet verwijderd wordt. Nadat alle gegevens correct zijn ingevuld, slaan we het bestand op als een CSV-bestand. Als eerste noteren we de correcte naam: dit is de datum van vaccinatie, het gebruikte vaccin en het gebruikte lotnummer. Vervolgens uit de keuzemogelijkheden kiezen we het juiste CSV-bestand, met name CSV-UTF-8. Correct gebruik van het CSV-bestand. Wat is een CSV-bestand? CSV is een van de meest eenvoudige bestandsformaten. Het bevat alleen gegevens en geen opmaak. Daarom is het belangrijk om enkele richtlijnen en tips te volgen bij het gebruik via Excel. Naamgeving van het bestand. De naamgeving van het bestand is vastgelegd. Dit gaat als volgt: de datum van vaccinatie, het gebruikte vaccin en lotnummer. Opslaan als. Sla het bestand op als CSV-UTF-8. Structuur van het bestand. De eerste rij is een titelrij. Deze mag niet gewijzigd of verwijderd worden. Verander dus niets aan de indeling of overding van de oorspronkelijke bestand. Anders aanvaardt Vaccinet het bestand niet en zal de groepsregistratie niet werken. Waarvoor staat persoonsnummer? In de kolom persoonsnummer... Kan je een rijksregisternummer of bisnummer invullen? Het cijfer 0 vooraan in een nummerreeks. Indien het rijksregisternummer, bisnummer of geboortedatum begint met het cijfer 0, dient de kolom in Excel gedefinieerd te worden als tekst. Maximum 500 rijen. Het bestand mag maximaal 500 lijnen bevatten, inclusief de titelrij. Dus maximaal 499 personen. Tussentijds opslaan. Opgelet. Heb je een kolom als tekst gedefinieerd om de beginnummel niet te verliezen? Weet dan dat deze aanpassing verloren gaat wanneer je het CSV-bestand na het opslaan opnieuw heropent in Excel. Ben je van plan om het bestand meerdere malen op te slaan en te heropenen? Gebruik dan de gewone Excel-formaat. Maar verander verder niets aan de indeling van de tabel. Pas helemaal aan het einde, wanneer je klaar bent om op te laden in Vaccinet, sla je het bestand op in het CSV-formaat, geschikt voor Vaccinet. Vervolgens druk je op de knop Kies een CSV-bestand om het bestand te openen, of je kan het bestand ook rechtstreeks slepen binnen de voorziene ruimte. De gegevens uit het CSV-bestand worden geïmporteerd in Vaccinet. Het is mogelijk om aanpassingen door te voeren of extra personen toe te voegen indien deze werden gevaccineerd op dezelfde dag met hetzelfde vaccin en hetzelfde lotnummer. Indien het correcte persoonsnummer wordt gebruikt, hoeven de andere kolommen niet ingevuld te worden om de personen terug te vinden in Vaccinet. Nadat alle gegevens met een maximaal van 499 personen zijn ingegeven, druk je op de knop Genereer lijst. Alvorens de vaccinaties te registreren, is het van belang de correcte gegevens in te vullen. Als eerste dient de datum van de vaccinatie aangegeven te worden. Vervolgens kiest u het gebruikte vaccin uit de keuzemogelijkheden en de bijhorende dosis die werd toegediend. Specifiek voor de registratie van COVID-19-vaccinaties is ook het lotnummer verplicht. Onderaan het scherm is een overzicht weergegeven van de niet gevonden personen. Deze personen worden automatisch opgezocht in een andere database, maar dienen 24 uur later opnieuw aangeboden te worden om alsnog een vaccinatie te registreren. Indien je de personen wil opzoeken zonder een vaccinatie te registreren, druk je op de knop Aanvragen onbekende personen. Deze tabel geeft een overzicht van de personen die wel werden teruggevonden in Vaccinet en waarvoor we een vaccinatie kunnen registreren. Om de vaccinaties te registreren, drukt u op de knop Registreren. Het is aangeraden om een overzicht bij te houden van de geregistreerde vaccinaties. Druk hiervoor op de knop Afdrukken. Bewaar dit overzicht lokaal. Als bewijs dat u de vaccinaties van de personen correct hebt geregistreerd in VaccineT. Nadat u een groepsregistratie hebt uitgevoerd, is het belangrijk om te valideren dat de registratie correct is doorgevoerd en de vaccinatie is geregistreerd in het vaccinatieschema van de persoon. Voer een steekproef uit bij een tweetal personen via een van de aangeduide icoontjes. Niet gevonden personen zijn personen die op het moment van de eerste aanbieding nog niet gekend zijn in Vaccinet. Deze personen dienen in een nieuwe dataset bijgehouden te worden en de dag nadien opnieuw aangeboden te worden. Vanuit het overzicht van de eerste registratie kan eenvoudig een CSV bestand worden geëxporteerd van de niet gevonden personen. In de nacht na de eerste aanbieding zal VacciNet de niet gevonden personen opladen vanuit andere databases? Het is belangrijk om deze persoon opnieuw aan te bieden om de registratie van de vaccinatie door te voeren. Ten slotte een aantal aandachtspunten. Controleer via welke entiteit u aangemeld bent, alvorens u vaccinaties registreert. Controleer het lotnummer en de vaccinatiedatum. Alvorens u vaccinaties registreert. Exporteer de niet gevonden personen in een CSV-bestand en bied deze opnieuw aan de dag nadien. Nadat de registratie is voltooid, dient u een steekproefcontrole uit te voeren via zoekpersoon. Indien deze punten niet gevolgd worden, zal de registratie niet doorgevoerd kunnen worden of zal je op een later tijdstip gevraagd worden de gegevens individueel te corrigeren. Dit kan echter een zeer tijdrovend proces zijn.